Harry, wij staan hier in een lege SSP-hal, maar dat was 2 weken geleden wel anders, hè? Het is even wennen. Ja, we horen onze stem nu ook rond echoen. Maar... Ja, ja. Maar hoe is Huntekunst 2012 verlopen? Nou, Huntekunst, dat was echt een daverend succes. Zowel qua kunst als bezoekers. En ik heb alleen maar hele blije gezichten gezien, ook bij de kunstenaars en bij bezoekers. Ze waren allemaal aangenaam verrast om zo'n prachtige hal met een prachtige constructie hier aan te treffen. Mm-hmm. Dat hebben ze jou verteld, de kunstenaars, daar heb je reacties van? Kunstenaars, maar ook bezoekers. En bij Huntekunst is het wel zo geweest dat bij het aantal bezoekers, ik schat 70% van de mensen voor het eerst hier in Ulft zijn geweest en voor het eerst ook in aanraking zijn gekomen met deze prachtige omgeving. Mm-hmm. Mm-hmm. En jij zei van ik heb heel veel nieuwe gezichten gezien, zeg maar, op Huntekunst, maar dat lijkt me toch alleen maar goed, denk ik. Dat is echt prachtig. Het is ook een enorme PR geweest hier voor deze gebouwen. Want de mensen die hier geweest zijn, die zijn echt onder de indruk van, er was zelfs een kunstenaar die vroeg zich af hoe het mogelijk was dat in zo'n dorp zulke prachtige dingen tot stand komen. Ja, ja. Dus dat is een compliment, moeten we dat opvatten, als, voor Ulft en, en omgeving, wijde omgeving, zeg maar. Ja, ik stond stom verbaasd dat het kon. Ja, ja. En de buitenlandse bezoekers, er waren ook wat die kampeerden, geloof ik. Ja, dus dit jaar een hele grote hoos geweest, eigenlijk te groot. Daar hadden we niet op gerekend dat er zoveel kunstenaars hier gingen kamperen. Maar het heeft waarschijnlijk ook te maken met de mogelijkheden die hier zijn, dat er in Doetinchem meer bed- en bedvest gelegenheden waren. Maar in ieder geval moeten we volgend jaar rekening mee houden dat het in betere banen geleid wordt. Ja. Dus dat er meer hotelbedden of bed-and-breakfast-achtige zaken zijn? Ja, of meer gelegenheden om te kamperen. Ja. Want het was in Doetinchem was het mondjesmaat en hier bleek een heel oude plotseling die wilde kamperen. Ja, ja. En Noorwegen, dat was zeg maar het thema van 2012. Ja, Hoe is hier contact geweest met de Noorse ambassade en de mensen van de Noorse ambassade? Nou, dat was natuurlijk, dat is met alle ambassades zo eerst wennen. Want je moet natuurlijk zorgen dat de organisatie bekend raakt. In eerste instantie weten ze ook niet wat hun kunst inhoudt. Maar ik moet zeggen dat de ambassade razend enthousiast was. En de attaché is hier ook 2 dagen hier op hun kunst zelf geweest. Mevrouw Inger Fokkens. Wel een Nederlandse naam, maar zij is zelf een Noorse van afkomst. Met een Nederlander getrouwd. Spreek ook goed Nederlands. Maar ze was stom verbaasd van wat ze hier aantrof. Ja, ik heb ook nog een gesprek met haar mogen voeren. En ze was, ja, inderdaad, ze was stom verbaasd dat er zoiets hier in Ulft tot stand was gebracht. Ja. En nu op naar volgend jaar, 2013. En je vertelde me, we starten in augustus weer. Hè? Nou, dat wil zeggen, het starten, dat is al lang begonnen. Maar de aanschrijving van kunstenaars begint in augustus. En in december hebben we, zeg maar, het hele programma rond. En dan weten we ook welke kunstenaars er komen. En dat was dit jaar ook alweer, dat er weer heel veel nieuwe kunstenaars zijn gekomen. Dus elke kunst blijft toch weer zijn eigen karakter houden, zijn eigen nieuwigheden. Dus het blijft de moeite waard om elke kunst te bezoeken, want het is weer een nieuw kunstfeest. Ja, en nieuw is wel dat mensen het ook kunnen volgen, want op Facebook en op Twitter, ook de gang ernaartoe, zeg maar, de weg naar Huntekunst 2013. Ja, dat is... Het is natuurlijk wel zo van, en dat is hier mooi aangegeven, het industriedrukpark. Dus wat dat betreft heeft het minder moeilijkheden dan in Doetinchem om te vinden. Want het staat hier in de gemeente keurig aangegeven. Wat wel een minpunt was, dat was een Duitse krant die nog steeds schreef dat het in Doetinchem was. Ja, nee, maar dat moeten we uit de droom helpen. Het was toch echt Ulft dat, waar het is geweest. Nou, Harry, dankjewel. En op naar volgend jaar, 2013. Dankjewel.